mooie dag. Verleden Hellevoet, dit jaar voor het eerst in Brielle. Geweldige locatie, geweldig hoor. Kom eens kijken eens om je heen. Ja, ik heb het gezien. Het is, we zijn er echt heel blij mee. Het weer werkt, werkt mee. Alle voorspellingen van regen komen niet uit. Altijd met Pinkster is het mooi. En wat is de verwachting? Hoeveel bezoekers verwacht je een beetje vandaag? Wat is het? Wat staat te tellen nu? We hadden de helft verwacht van wat er nou is. Oké. Okay. En hoeveel zijn er zo? Ja, ik denk dat er zeker een zun op 500-600 is op dit moment. Oké. Okay. En de oldtime is regen ook binnen. Ik bedoel, er komen er weer een paar. Qua auto's. Er komen dadelijk nog motoren. Dus het wordt een spektakel. Ja. Dit jaar een combinatie, hè? Zundapjes, maar je ziet ook andere merken motorfietsen. Ja, ja, het is... En oldtimer auto's. Ja. Zie je allemaal kranen staan? Horen die er ook bij het evenement? Die horen bij dit bedrijf. Oké. Okay. Dus, en er zijn er wel een paar die bij het evenement horen. Dat zijn die oldtimer kranen die je om je heen ziet. En de andere kranen, ja, die staan nu te vuren. Oké, okay. En jij zit dit jaar officieel hier in de organisatie? Ik mag helpen. Je bent gepromoveerd. Heeft u zelf ook een zundap? Twee. Twee? Oh, helaas doen ze het allebei niet. Hoe komt dat? Ja, de ene balk kapot. Is ondertussen gerepareerd en drading aanleggen. Een nieuw dingetjes op. Een nieuw schijfremmetje dingetje. Die andere nieuwe camper. Waar komt dat vandaan, zo'n hobby? Waar dat vandaan komt? Ja, hoe komt dat? Moet u het echt weten of niet? Ja. Via mijn buurman. Die kreeg voor zijn verjaardag een zundap. En toen hoorde ik dat en toen moest ik er ook in hebben. Dat was al 17 jaar geleden. Maar hoe kan dat je zo bevangen geraakt dan? Ja, dat is gewoon een virus. Zundap is een virus. Dat blijkt nu alweer. Kijk maar om je heen hier. Het is gewoon een virus. U bent de eigenaar van deze combinet net hier achter ons, hè? Ja, dat klopt. Het bijzondere exemplaar. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, het staat hier helemaal vol met allemaal mooie zundaps, maar een tweede als deze niet, hè? Staat er niet bij, nee. Nee? Het ene is eigenlijk... Hoe lang heeft u deze al? Ja, ik heb drie. Ik rijd eigenlijk het meest op, want het is gewoon, ja, rijdt lekker, heerlijk te brommen. Heeft u hem in deze staat gekocht of opgeknapt? Ik heb hem opgeknapt in deze staat, ja. Ja, het is... voorbij opgeknapt. Hè? Hij staat hier, beter als nieuw staat. Hij heeft 20 jaar stilgestaan en toen heb ik hem eigenlijk gekocht. Ja. Toen helemaal opgeknapt en uit elkaar gehaald. En dat loopt er als een tit. Spulletjes, ja. Zijn die nog te krijgen? Plenty. Ja? Oh, je knip me open trek. Hoe zou er komen dat er zoveel te krijgen is? Ja, je hoopt inventarie hier weer ook natuurlijk. Maar ook wel origineel. Dus dat zie je hier als je rondloopt van die prijzen. Wat het allemaal kost. Dat is gewoon, ja, ze blijven waarde houden. Op die zundap. Ja. Echt waar. De prijzen zijn aardig gestegen ook, hè, de afgelopen tijd. Ja, een leuk zundapje erbij. Zo 10.000 euro kwijt. Ja. Dan heb je nog iets moois. Nee. Daar begint het bij. Daar begint het bij. Ja. En dan is het wat je het voorover hebt natuurlijk. Ja. Het is gewoon zo met de zundapjes. Nou, het is een mooie hobby, meneer. En een dure hobby. Voor de kijkers links, Koos. Bekende van vorig jaar. Je hebt iets meer haar dit jaar. Ja. Vorig jaar heb jij de meeting in Hellevoetsluis nog georganiseerd. Dit jaar heb jij het stokje overgedragen aan Rob voor de kijkers rechts. Ja, klopt. Ja. Wat is daar... Ik heb het 20 jaar gedaan. En Rob is ook helemaal gek van zundap. En ik heb hem dan gepraat. En Rob wou dit graag hier op dit mooie terrein doen. Hij van Aderen. Maar je ziet het, hoe druk het is. En wat er allemaal te doen is. Dus ik zeg tegen Rob, dit is wat voor jou. Ik draag het stokje over aan Rob. Ja, want we kennen Rob natuurlijk als bezoeker van dit soort evenementen. Ja, ja, loopt ook ja. al jaren mee in het zundap wereldje. Het was een innige wens, geloof ik, van jou om dat een keer te organiseren. Ja, precies. En dit is de eerste keer. Ja, hoe bevalt dit? Ja, perfect. Ja, je ziet het al aan de mensen. Het is gigantisch druk. En volgens mij heeft iedereen naar zijn zin. En ze kunnen natuurlijk binnen in het museum kijken. Dat vinden ze ook allemaal prachtig. En volgens mij, ik denk dat iedereen het echt naar de zin heeft, ook qua weer natuurlijk. En Marieke, die heeft alles heel netjes opgezet. Ja. Qua bluswagen, de ijskoudkar. Ja. Kraampjes ingehuurd. Daar hebben we allemaal diverse dingetjes worden verkocht. Niet alleen zundelspulletjes, maar ook voor honden en andere dingetjes. Ik wil een beetje diversiteit erin hebben, dat het niet alleen op de brommers gebaseerd is. Ik denk dat het wel leuk was als de mensen ook nog wat andere dingen zien. Maar je haalde net al eventjes, tipte je Marieke aan. Marieke ook? Ja. Nieuw gezicht? Ja, zeker.
Hoe komt dat zo? Ja, hoe komt dat? Nou, dat komt eigenlijk omdat ik werk voor Mr. Simons. En Mr. Simons is een nieuw horecaconcept waar we mee bezig zijn. En daar valt ook de evenemententak valt daar onder, waaronder de pluswagen, de smoker, dus een aantal foodtrucks die we hebben. En Rob die heeft mij gevraagd dat ik hem voor het foodgedeelte wilde helpen tijdens de Zundap-meeting. Gezellig op de Zundap-meeting vandaag. Ja. Heeft u zelf ook een Zundap? Ja. Ja? Ik heb er twee. U hebt er twee? Ja. En recentelijk opgebouwd of heeft u hem al lang? Waar ik nu mee ben, die heb ik vanaf mijn 14e jaar. Oké, en hoeveel jaar is dat? Dat is 10 jaar heb je hem nou? 45 jaar. 45 jaar. En hij doet dat nog steeds goed? Ja. Ik heb hem nooit weg kunnen doen. Ik heb hem van mijn oom gehad. En het rijdt gewoon heel lekker. En ja, het zijn makkelijke blokken om te reviseren. En, ja. Het is gewoon een fantastische brommer. U geniet ervan, hè, zie ik aan u. Ja, ja, ja. Wat kiest u zo op zo'n dag als dit? Lekker weer. Wat, met wie gaat u dan op pad? Met uw partner of met de Zundap? Met de Zundap. Weet uw partner dat? Ja. En wat vindt ze daarvan? Ja, soms niet leuk. Maar ja, ze weet het. Ze weet dat ik fan van Zundap ben. Ja. Dus het bezitten van een Zundap is meer dan alleen maar het hebben van een voertuig? Ja. Ja? Dat zit in je hart, het is een passie. Ja, dat is gewoon een... Dat hoort bij je. Dat toen het tijdperk van de scooters begon, daar hadden wij niks mee. En dit evenement is gewoon geweldig. Okay. Dat je al die oude liefhebbers van Zundaps en Krijlers en Yamaatjes allemaal bij elkaar zitten, dat is gewoon geweldig. En je moet eigenlijk wel aan alles denken, dat alles wel goed georganiseerd is. Ja. Dat had Koos natuurlijk ook altijd wel al gedaan. Want ik kwam Koos van de Raven van Nisse tegen en toen vertelde hij tegen mij, wil je het stokje over gaan nemen? Ja. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, dus voor de bezoekers allemaal kosteloos? Ja, iedereen mag gratis entree. Nergens hoeven we te betalen, enkel voor het eten en voor het drinken, voor gereduceerde prijzen. Ja. We hebben gezegd, het is geen winstbejag, gewoon normale prijzen rekenen. En Bart, ik mag aannemen dat hier kosten mee gemoeid gaan. Heb je daar sponsoren voor? We hebben wel wat sponsoren sowieso al van de shirtjes. Ik zal hem even omdraaien, kan je het op? Dat is van Mano van het onderdeel uit van Heenvliet. Die heeft ons gesponsord met shirtjes en nog jasjes ook. En dat is top. Maar het is ook mooi ziet, als je na 20 jaar dat je het over kan dragen aan iemand die ook helemaal gek van zin op is. Ja. Ja, ik zeg, ik help je dit jaar en als je me volgend jaar nodig hebt, ben ik er gewoon weer. Maar ja, ik vind het gewoon een mooi terrein om dit hier het evenement te doen. Ja. Ik heb natuurlijk ook veel steun gehad. Dus, heb je een idee hoeveel mensen er zijn? Ik denk zelf 700, 800 mensen. Ja, denk ik. Ja, bezoekers of mensen met brommers? En dan heb je de auto's er nog bij allemaal. Ja. Auto's, het is natuurlijk een hele diversiteit van alles wat. En je team met mensen die hier werkzaam zijn, met opbouw, afbouw, hoeveel mensen? Dat wou ik nog vertellen. Gisteren hadden we een team van 12 vrijwilligers. Die kan je ook herkennen onder shirtjes op het terrein nu. En ik moet deze hartelijk bedanken, want dat hadden wij nooit kunnen redden met een paar mensen.